Utrechtse huurders hebben vooral last van schimmel in huis. En de beste oliebollen vindt u in IJsselstein. Goedemiddag, dit is U Vandaag. Een man uit Hoevelaken moet 5 jaar de gevangenis in voor het neersteken van zijn buurman. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bepaald. Het slachtoffer woonde officieel nog in Amersfoort, maar verbleef al een tijdje in het kraakpand aan de Zuiderinslag, waar hij ook werd neergestoken. Hij kwam om het leven door 9 messteken. Volgens de rechter was het geen moord, maar doodslag, omdat het niet gepland was. Maar noodweer, zoals de advocaat van de veroordeelde bepleitte, vond de rechter niet bewezen. De twee hadden al langer ruzie. Naast de celstraf moet de man ook nog eens €23.000 schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Utrechters die klagen over hun huurwoning hebben vaak last van schimmels en vocht in hun huis. Dat is op te maken uit een onderzoek van RTV Utrecht samen met de andere regionale omroepen en de NOS. Meer dan 700 Utrechters vulden de vragenlijst in. Blijft gewoon in zo'n hoek, blijft het zitten. Iedere keer maar weer. En het is een vies gezicht. Mevrouw de Jong heeft last van schimmel in de keuken van haar huurwoning. Het begint boven en dan helemaal naar beneden. En zij is niet de enige met dit soort problemen. Landelijk is een enquête verspreid en in de provincie Utrecht hebben 700 mensen gereageerd. Van de Utrechters die de enquête invulden, klaagde 38% over schimmel. 47% heeft last van vocht of lekkages in huis. En ook bijna de helft lukt het niet om de woning op temperatuur te krijgen. Het gemiddelde huurcijfer is een 6, maar de badkamers krijgen met een 5,3 een onvoldoende. Huurders van Mitros en Portaal zijn het minst tevreden met hun woning. Dat is laag, zeg maar. Wij doen ook wel eigen onderzoeken waarin de cijfers iets hoger zijn. Maar los daarvan werken wij er hard aan om die cijfers omhoog te krijgen. Ja, dat is wel vervelend hoor. Die tocht hier bij de ramen, daar erger ik me groenig heel aan. In het huis van mevrouw de Jong kan er wel wat gedaan worden aan het klimaat in huis. En dat heeft Mitros ook aangeboden. Toch wil zij dit niet. Dan krijg je weer een enorme huurverhoging erbij. Ja, ik kan nou dus nog wat geld overhouden van mijn AOW. Het is wel een afweging voor mensen om te maken. Hè. Dus als je bijvoorbeeld kiest voor dubbel glas, dan gaat je huur €20 of zo omhoog. Maar je stookkosten zullen daardoor dalen. Dus waarschijnlijk betaal je netto niet heel veel extra. Mitros belooft in elk geval beterschap voor haar huurders. En wij hebben natuurlijk heel veel woningen in Utrecht die behoorlijk oud zijn, van voor de oorlog, of jaren 50. En stap voor stap pakken wij die aan, honderden woningen per jaar, om juist dit soort problemen uit te bannen. In de woonkamer staat ook het bed van mevrouw de Jong, want hier staat de enige kachel in huis. Ze past zich dus aan de gebreken in huis, maar kan nog wel genieten. Want als ze het warm wil hebben... Nou, dan zit ik lekker in mijn kamertje. Dan zit ik lekker hier te breien. Ja. En meer informatie over het onderzoek vindt u op onze site. Er loopt nog steeds een onderzoek naar het ongeluk in Oudewater, waarbij vrijdag een auto te water raakte. Een 23-jarige vrouw uit Hekendorp en haar zusje van 19 kwamen om het leven. Een derde inzittende, een jongen van 21, raakte licht gewond. Het is nog onduidelijk wie er achter het stuur zat van de auto. Het geschil tussen de gemeente Vianen en Niemandsbeton blijft voortduren. De rechter deed vandaag een tussenuitspraak en hij wil dat er meer onderzoek komt. Er hangt de gemeente een claim boven het hoofd van tientallen miljoenen euro's door een fout van 40 jaar geleden. Vianen heeft toen industriegrond te laat geleverd aan Niemandsbeton. Het turbulente jaar in de winkelbranche heeft niet gezorgd voor lagere huren in de dure winkelstraten, dat meldt de NOS. De duurste straat in Utrecht is de Lange Elisabethstraat in het centrum. Winkeliers betalen daar gemiddeld €1600 per vierkante meter. Dat is nog altijd de helft minder dan in Amsterdam. De hond van schaapsherder José Struik uit Leusden is weer terecht. De border collie, die normaal de treker wisselkudde begeleidt, werd eerst de kerstdag aangereden en was daarna spoorloos. Vanmorgen stond het beestje weer bij José voor de deur. Hij is een beetje gewond aan één poot, maar verder lijkt hij gezond. Bakkerij Brokking in IJsselstein is de beste oliebollenbakker van de provincie Utrecht. In de jaarlijkse AD oliebollentest eindigde Brokking op de tweede plaats. Meesterbakker Voskamp uit Spijkenisse werd opnieuw de beste van het land. Het panel bezocht 160 oliebollenbakkers. Volgens de jury zijn aan de top de verschillen tussen de bakkers maar klein. En dat zegt ook bakker Brokking. Je probeert net even dat tikje extra te doen of wat geks of wat moois aan toe te voegen, waardoor de smaakcomponenten natuurlijk
ja, dusdanig anders worden op je tong dat het, ja, dat het uiteindelijk rijkt naar een toppelijke klassering. Brokking heeft een moeilijke tijd achter de rug. Begin dit jaar vroeg het bedrijf nog uitstel van betaling aan. Maar inmiddels, u begrijpt het, gaan de zaken weer goed. Ja, en als je nu zelf oliebollen gaat bakken, gooi dan daarna het frituurvet niet in de wc-pot. Dat is de oproep van de waterschappen. Ieder jaar zorgen al die liters frituurvet voor grote verstoppingen in het riool. Het zorgt voor veel extra tijd en geld om dat weer op te lossen. Het is onze nationale hobby deze dagen, oliebollen bakken. Maar als die oliebollen eenmaal gegeten zijn, moeten Jeffrey de Groot en zijn collega's van Stadsbedrijven aan de slag. Nog elk jaar gooien honderden Utrechters het gebruikte frituurvet in de toiletpot. En dat vet koekt hier aan. Elk jaar begin januari moet een hele ploeg Utrecht rond om het vet weg te halen uit de rioolgemalen. En dan ruikt het niet echt naar bloemetjes. Ja, ik heb er weinig last van. Ik zit er al zo lang in het vak dat je neus die begint er harder aan te wennen. Laat ik het zo maar zeggen. Utrecht heeft 750 van dit soort rioolgemalen. En als het een beetje tegen zit, moet de ploeg van Jeffrey ze na de jaarwisseling allemaal langs om met de hand het frituurvet uit het riool te halen. Dit kost ons behoorlijk wat uren per jaar, ja. Ja. Wij hebben 10 man in dienst. Tenminste, ja, bij de gemeente lopen 10 man bij de gemalen. En die doen dit soort werkzaamheden. De gemeente hoopt met een publiekscampagne te voorkomen dat mensen oliebollenvet door het toilet spoelen. Want al dat werk zorgt voor een fikse kostenpost. Nee, het gaat een serieuze bedragen. Het gaat natuurlijk mensen thuis kost geld als het verstopt raakt. Het gaat de totaliteit, alle verstoppingen, dus waar vet een van de belangrijke oorzaken is, naast doekjes, gaat ongeveer 1 miljoen keer per jaar mis. Dat kost natuurlijk al flink wat geld. En daarnaast zijn ook gemeenten en waterschappen toch tientallen miljoenen per jaar kwijt om te zorgen dat de rotzooi uit het riool komt als de pompen vastlopen of het lossteken, zoals het nu hier gebeurt. Dus terug in de fles dat oliebollenvet en dan inleveren bij de gemeentewerf of met fles en al in de kliko. Alles is beter dan frituurvet in het riool, zeggen de waterschappen. Wij gaan naar het weer. In de loop van de dag is er steeds vaker zon. Het wordt hooguit 9 graden. En vanavond en vannacht zijn er opklaringen en er ontstaat wat mist. Het koelt af naar 1 of 2 graden boven 0. Zo, tot zover deze uur vandaag om 5 uur zijn we er weer. Heel graag tot dan en nog een fijne dag.